Momenteel zijn er veel werkzaamheden in de stad. Stel je bent invalide en zit in een rolstoel of je bent blind en hebt een blinde geleidestok. Dan kan je problemen tegenkomen. Deze rolstoel is nu leeg en zelfs nu is oversteken al lastig. En daarom stellen 100% Groningen en Partij voor de Dieren hier ook vragen over. Ik sta hier met Mariette Wolthuis van 100% Groningen. Mevrouw Wolthuis, ja, waarom vinden jullie dit zo belangrijk? Ja, keer op keer is gebleken dat bij bouwwerkzaamheden eigenlijk heel erg weinig rekening worden gehouden met toegankelijkheid. Want hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nou, ik kan je voorstellen, je gaat... Nou, dat is eigenlijk zelf als met fietsers. Als jij hier de boel omlegt, terwijl hier een fietspad ligt... Ja, die fietsers komen hier wel komen en gaan, dan ga je daar ook rekening mee houden. Er staan overal bordjes, fietsers hier, afstappen, et cetera, et cetera. Ja, zo zie je dat, zo zie ik dat ook met toegankelijkheid. Je gaat gewoon nadenken over... Oké, stel je voor dat iemand hier een rolstoel langskomt. Hoegene moet hij dan bewegen? Ja, dat is een stukje bewustwording. Volgens mij is het niet heel erg moeilijk. Nou, wat je nu heel duidelijk ziet is... je steekt hier over, je hebt hier een geleidelijn voor slechtziende mensen. Nou, die lijn volg je normaliter. Nou, dan ga je dan oversteken. Dan verwacht je dat je hier een zebrapad hebt. Ja, want worden die lijnen ook wel eens onderbroken? Ja, die lijnen worden ook wel eens onderbroken. Ook met bouwwerkzaamheden. Dus dan gaat die lijn niet zo verder. Je gaat het zebrapad over. Nou, je hoopt al dat iedereen je ziet. Stel je voor, je hebt een blinde geleidestok en iedereen ziet. En dan kom je hier. En dan zie je dat die blinde geleidelijn hier stopt. En dat er dan bouwwerkzaamheden zijn. En dat je eigenlijk niet verder komt dan hier. Dus moet je eigenlijk weer terug over een gewone weg. Waar ook bussen en fietsers en alle andere verkeer moet je tegen de richting in. Eigenlijk over dit stoepje. Dus dat is eigenlijk en heel gevaarlijk. En ook helemaal niet zoals het eigenlijk hoort te zijn. We moeten nu dus een afrit af. En op zich gaat dit wel goed. Want je moet hier oversteken volgens de borden. Want verderop kunnen we niet meer. Nou ben ik niet zo'n topduwer, zie je wel. Maar ja, dit wordt al lastig. In principe moet dit kunnen. Ja. Ik doe het niet elke dag, dat heb je door. Oké, maar en dan? Kijk, dan is even cruciaal van... Oké, je gaat hier oversteken. Er komt een vrouw en een fietser aan. Maar in principe zit hier een stoep. En die stoep staat... is geen op- of afrit gemaakt. Dus dat betekent dat je gewoon nu niet verder kan eigenlijk. Dan zou je dus naar links moeten. Ja, we komen niet omhoog, mevrouw. Dat is precies het kern van het probleem. Ik snap dat ze boos is, maar dit is precies het kern van het probleem. Van hier kom je niet op. Dus stel je woont zeg maar hier in de straat en je moet eigenlijk gewoon hier 200 meter verder zijn. Dan moet je eigenlijk gewoon een omroute nemen van 20 minuten. Ja, heel veel mensen zeggen van ik vind dat helemaal niet meer toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dus ik ga altijd om. En dan denk ik, oké, dat betekent dus eigenlijk dat je vindt dat het niet meer toegankelijk is voor jou. En dat is niet goed, want dan beperk je iemand anders een vrijheid mee. En dat is iets wat we niet zouden moeten willen.